In deze aflevering van Lopende Zaken, burgemeester Luc Wienans van Brunssum over de asielproblematiek en zanger en cabaretier Jacques Vinders over zijn succes. Dit is aflevering 128 van Lopende Zaken, hier is Karel van Knippenberg. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lopende Zaken, het achtergrondmagazine van streekomroep Lood TV. De stroom vluchtelingen naar Europa houdt aan. Meer dan ooit wordt in beroep gedaan op bestuurders en organisaties om de opvang en huisvesting voor deze mensen te regelen. De inwoners van dorpen en steden zijn ongerust en de overheid staat voor een gigantisch karwei. Met Luc Wienans praat ik straks over deze problematiek. Hij wordt ook wel de koning van het Limburgse lied genoemd. Wie kent hem niet? Jacques Vinders. De 65-jarige zanger en cabaretier, liedjeschrijver, regisseur, acteur, presentator en columnist uit Kerkrade. Met zijn verschillende creaties mag hij zich verheugen op een toenemende belangstelling bij de Limburgse bevolking en publiek. Zijn shows trekken volle zalen. Als zanger werd hij al 3 jaar, 3 keer achter elkaar nummer 1 van de Limbo Top 100 met het lied Der Kloon. En naast dit alles is hij ook nog actief in de politiek als raadslid van de PvdA in de gemeente Kerkrade. Heren, beide hartelijk welkom in deze aflevering van Lopende Zaken. Mag ik met Jacques beginnen? Jacques, afgelopen maandag de film in Theater Heerlen. 90 minuten, met een aantal interviews vooraf, 90 minuten genieten. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, in eerste instantie word ik toch wel heel erg gespannen voor, omdat ik dacht van nou, je staat op een scherm van 10:6 om zichzelf zo lang te zien. Maar dat word ik nog een paar minuten kwijt, dat idee. Ja. Want, ja, dat wordt zo'n afwisselend beeld wat Maurice Nijsten gemaakt had. Ja. En de reacties van de lui, die waren heerlijk. Hè? Staande ovatie. Nou ja, aan het einde van de film, die minutenlange staande ovatie, dat had mij zo jootje door dat ik nu nog eigenlijk aan het zwerven ben. Geweldig. Ja, dat was ongelooflijk. Ja, wat ik heel bijzonder vond, dat het natuurlijk naar de goed ging, maar ook naar die medestanders die heel dichtbij zijn, Ans en Daan. Mm-hmm. Dat die ook gehoreerd werden. Trouwens, in de film komen ze ook heel nadrukkelijk naar voren toe. Hè? Ja, hoe lang heeft die opname eigenlijk in totaal geduurd? Nou ja, langer dan 4 jaar. Hè? Dus 4 jaar geleden, of iets meer dan 4 jaar, is ze begonnen met filmen. Ja. En dat wordt regelmatig. En dan uren opnemen en door de bus lopen en door de jaad lopen. Vooruit op een... Ja. Bij het WMC, bij Roda, in het theater, achter de coulissen. Ja, het wordt. Ja. Maar ik moet zeggen, op een gegeven moment merk ze de camera helemaal niet meer. Hè? Nee. Want ja, die is gewoon die ding. En dan filmt het. Ja. Ja, dat is geweldig. We hebben zo een enorme band met de fans. Hè? Want ik heb het idee dat ze iedereen persoonlijk kent, van die dikke 1000 mensen die in het theater zitten. Nou ja, ik bedoel, social media, die werken natuurlijk heel erg mee, maar kijk, daar zijn natuurlijk heel veel lui, waar ze in de band met Oboos. Hè? Ja. Mevrouw Oetwessum, meneer, daar ben ik eens op bezoek geweest, naar aanleiding van ze hebben een bucketlist gemaakt bijvoorbeeld. En toen zag ze van één van die dingen waar ze wel nog een gesprek had met mij, ja, daar gun ik toch in. En ja, die mevrouw, die wordt er toch nog, maar, hè? En ze is er nog, en dan kunt ze naar het theater. Nou ja, dan is het ook een mooi weerzien om elkaar dan weer... eventjes te begroeten. Ja. Nu was dit de lange versie, hè? Anderhalf uur, 90 minuten. En er komt een verkorte versie op de alleen. Ja, ja. En wanneer is dat? Weet je dat al? 1 november ergens. Oké, dat is beslist de moeite waard. Maar de lange versie kijken. Hè? Burgemeester, u kent Jacques Vinders natuurlijk ook. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Zeker. De nachtegaal van Parkstad zou ik zeggen. Maar ook een fenomeen en een icoon voor Parkstad. Ja. Als je ziet wat hij brengt, niet alleen in theater, in theatrale zin, maar zijn stem is natuurlijk zo warm en zo zuiver, dat je eigenlijk, tenminste, dat denk je als je dat hoort, van dat het een lang getrainde stem is van jaren, maar toch heb ik begrepen ook van dat Jacques eigenlijk op latere leeftijd die doorbraak heeft gemaakt. Ja. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, dat het zo lang toch heeft geduurd dat het talent in volle omvang heeft kunnen groeien en bloeien. Ja, ja. Dat wat echt opvalt, Jacques, is dat
door de creaties die je nu neerzet en het succes, vergeten we eigenlijk dat je al een hele lange carrière voor de, ja, daarvoor hebt. Ja, ja, ja. Je hebt veel platen gemaakt, je hebt in Duitsland furoren gemaakt, slagerzanger, je hebt wat, ja, theater, je hebt echt talentenshows. Ik weet niet hoeveel dat je er gewonnen hebt. Ja, ja. Ja, eigenlijk een leven lang voor het theater geleefd. Hè. Op mijn zesde zag ik van, ik werd onderwijzer, leraar, meester en zanger. Ja. En dat was allemaal mijn doel. Hè. Ja, ja. En dat uiteindelijk moesten die een plek zoeken. Hè. Ik bedoel, ik ben helemaal fout begonnen met Nederlandstalige liedjes te zingen. Maar ja, dan kreeg je die kans aangeboden. En denk ze van, ah, dat kunnen we doen. Dus een stapje naar, toen Duitsstalig. Ja. Ja. Toen heel academie gedoe, eigenlijk zoveel dingen gedoe. Allemaal mijn plek gezocht. Totdat ik in 1999 begon met dialectliedjes. Ja. En toen dacht ik, ik ben thuis. Ja, geweldig. Ja, ja, en dan komt natuurlijk ook bij de creatie die gestart is 17 jaar lang, Zwart-Zwies. Ja, ja. Hè? Met Talatasta. Dus dat heeft ook een enorme groei doorgemaakt. Ja. Want ik kan me nog herinneren dat je de eerste stapjes zette in een bedrijf waar je iedereen helemaal gek maakte. Ja, 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 ja. Nee, nee, maar bedoel, we zijn begonnen met Zwart-Zwies in 1996. Hè? Ja. En de 17 jaar is dat ook parallel gelopen met mijn zangcarrière. Ja. Ja, en ja, dat was ook een fantastisch, het ziet. Hè? Ja, ja. Gebeuren, ja, doe liers van halen. Dat is de ene kant. En nu ligt er ook, hier ligt het voor ons, ik zal het even omhoog houden, dat prachtige boek. Het geluk van Limburg, door Marcia Luiten. Als je daarin begint te lezen, krijg je een déjà vu. Zeker voor de mensen die ook in de mijnindustrie hier zijn opgegroeid. Ja. En ja, had jij verwacht dat dit zo'n succes zou worden? Wens ze aan een boek begint, althans medewerking verleent ze aan een boek, weet ze natuurlijk helemaal niet waar ze begint. Ik had ook gedacht zo van, dan vertel ik leuke dingen. Over. Maar gaandeweg ging ik immer meer vertellen. Gewoon Marcia Luiten heel veel vertrouwen dat ze integer met dingen omging. En wie ze toen dingen begon te vragen, kon ik dingen vertellen die ik nooit zou willen vertellen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, als er eens een keer een boek geschreven wordt over je leven, dan moet ook het echte leven zien. Ja. Dan kun ik niks romantiseren, dan weet dat geen showboek waarin glitter en glamour is. Nee, gewoon de echte, de dingen die zo wie ik mijn leven geleerd had. Ja. Dat zit erin. Ik moet wel zeggen, toen het zwart op wit stond, vond ik het heel heftig. Is het ook. Ik heb het gelezen en ik moet je eerlijk zeggen, bij mij komt de emotie los, omdat je dat ook meegemaakt hebt. Hè? Je hebt het over je moeder, die je niet kon omarmen. Hè? Ja. Die kon je geen kus, die zeg maar. En dat maak je mee. Ik bedoel, dat is zo herkenbaar voor velen. Ja. Ja. Ja, ik kreeg nog nu heel veel mail van lui die ook dit soort uitingen doen, zagen. Zo van Jacques, zo herkenbaar. En dankjewel voor dit boek en voor de auteur. En, want ik herken me erin en ik gun dingen wat me herbeleven. En, nou, ook herkenning. En dat is ook mooi. Hè? Dan had het boek nog meer betekenis dan ze ooit gedacht had. Ja, ja. Is het volgens jou af wat daarin staat? Of komt er ooit nog een biografie, een autobiografie van Jacques Venders? Ja, ik denk van ik zou zelf graag een autobiografie schrijven, maar dat doe ik pas wanneer ik nuchtig ben. En zo lang wil ik wachten. Ja. Nu moet ik wel zeggen, ik ga pas op Facebook, er stonden heel vaak dom dingen. Maar er stond laatst een hele mooie spreuk en dat die ging als volgt. Wacht niet tot later, want als later te vroeg komt, ben je te laat. Ja. En dat vond ik zo'n mooie. Toen dacht ik van, ja inderdaad, vandaag leven, niks plannen, niet te veel vooruit plannen. Gewoon lekker leven en proberen die dingen te doen die zich eerder is. En vooral leven nu, in dit moment. Hè. Ja. Ja. Ah, ja. Ik wil een andere stap even met je maken naar je alter ego, hè? Het Clara. Clara Zoorbier. Ja. Wat ik me wel eens afvraag is, hoe houd je in godsnaam die karakters uit elkaar? Want op het ene moment ben je Clara Zoorbier en het volgende moment ben je Johnny de Postbul en dan staat daar een heerlijke zanger prachtige liedjes te zingen. Hoe hou je dat uit elkaar? Clara Zoorbier is mijn alter ego, maar dat is echt een ander deel van mij. Ik zet die strik op en dat ben ik Clara. Ik speel Clara niet. Clara is geen rol.
Clara is voor mij. Ja. En ik denk als Clara. En wanneer Johnny dus steht en ik een petje over een bril, dan ben ik er Johnny. Dus hoe voelt dat? Ze voelt, ja. Je kunt denken als Johnny. Je kunt de hoest niet in een vertaalslag te maken. Ja. Zo van, ik vind dat, ja, ik bedoel, en ik geniet er heel van. Want eigenlijk staan ik maar wat het meest oneerlijke is van een optreden, dat ik er zelf het meeste van geniet. Ja. dat straalt ze ook goed. Ja. Kijk, het is ontzettend authentiek wat ze deden op dat moment. En afgelopen vrijdag heb ik het weer gezien. En moest ik toch denken ook aan Toon Hermans, die ook eigenlijk op de meest eenvoudige manier met humor een zaal wil te veroveren. Zonder Emus te beschadigen, zonder Emus pienten of wat. Of even lekker maatschappelijk kritisch te zijn. Nee, gewoon zo zuiver, zo leuk, zo dicht bij de lu. Ja, dat is fantastisch voor we er met een zaal voor weer opnieuw van genoten. Dat is ook zo mooi. Ja. Op het ene moment schoffeert er de burgemeester of de wethouder ontzettend. En het volgende moment is een hele beleefde persoon in de vorm van Jacques Vinders. Ja, maar dat vind ik, hè. Kijk, de burgemeester is een autoriteit. Hè? En Clara zet dan geeft van de autoriteit. Hè? Dan zou een burgemeester zeggen, in eerste instantie, kunt dat bij Clara op. Oh, wat een leuke man. Oh, dat is leuk. Hè? En zo duurder concierge. Zo, want Clara weet dat ook allemaal niet. Clara kent lees de krant niet en weet niet waar de Quinans is. Hè? En van doet dat gegeven. Clara is gewoon een simpele ziel die om zich heen kijkt en dingen registreert en erop reageert, maar vooral ook heel erg van lui held. Ja, omarmd. Ja, de vrijwilligste van het jaar dit jaar. Hè. Ja. Dat is dan mooi als Clara er neerversteed en mag dat even vastpakken en dan met Helene eventjes knuffelen. Ja. Zo van, dat voelt ook allemaal lekker. Hè. Ja. Ja, dat is ook, het is voor mij immer genieten. Waar haalt een 65-jarige persoon deze energie vandaan om dit allemaal te doen? Afgezien van het feit dat ik ook wel eens mui ben. Want je er denkt van, dit is het maar hyper. Hè? Nee. Maar kijk, maandagavond, die staande ovatie, minutenlang klappen lui. Dat geeft toch zoveel energie. Ja. Dat is de bron waardoor ik waar mijn kerstshows hun vervel maken. Of bijna uitverkocht weer. Ja, en waarin ik dan denk van, waar ik me daar nu al op verheug, dat ik toch bepaalde dingen kan doen. Ja. Met mijn groter orkest en met klein orkest. En zelfs in de Klimboom in Simpelveld met alleen pianobegeleiding. Dat is het van klein kunst tot in de grote zalen. En dat hele spectrum, dat is zo genieten. Ja, maar met de eerste en tweede kerstdag, want ik ben echt gans eerlijk, dan slof ik de helft van de dag. De voetjes omhoog. Ja, dan is het echt genieten. Dan is het echt niet het mooie pak aan, maar het is gewoon lekker relaxed. Ja, heel even over jong talent. In elke kerstshow plaats je een jong talent uit de regio. Ja. Daar heb je een oog voor. Ja, ik bedoel, ik kom vanuit het onderwijs. Hè. Ja. En ik zie, het is eigenlijk geboren uit, dat klinkt raar, maar ook een stuk frustratie. Hè. Toen ik jong was, dacht ik immer van, was de handvaten aan het zoeken. Van, help me, ik wil. Maar die worden er heel vaak niet. En nu denk ik van, nu zie ik lui, denk ik, jong volk, denk ik van, boah, die ken ik het. Ja. En dan breng ik hen in contact met het theater, met de buur. En dan maken die performen. En dan hoop ik dat ze dat heilig vuur ook krijgen. En denken van dit is de plek. Ja, hè. En dus gewoon kansen geven. Ja. Je had het ook biedt maatschappelijk engagement, wat natuurlijk in jouw oog zit. Hè. Hij zit niet voor niks, natuurlijk ook, is er politiek actief. Maar hij is ook inderdaad met het scouten van jong talent bezig. En ik denk juist dat ook in Parkstad er veel meer aandacht voor zou moeten zijn om dat jonge talent te omhelzen. En ook niet meer los te laten. Ja. En die warmte vanuit de show ook over te dragen door die nieuwe generatie. Ja. En dat gebeurt ook op de muziekscholen. Maar we moeten even door, want ik heb nog een prangende vraag. Je had het over een olievlek. Ja. Het is een olievlek, zegt hij. En die wordt steeds groter. Ja. Hoe groot mag die olievlek worden? Nou, beheersbaar. en toch. Nou, alleen, het mag alleen maar echt blijven. En puur blijven en goed blijven. Ik zal nooit concessies doen. Bij toppers kom ik nooit.
laat ik het zo zeggen. Dus een eigen tv-show zal er waarschijnlijk ook niet in zitten. Jawel, die plannen liggen er eigenlijk al. Hè? Waarom is dat dan niet gerealiseerd? Ja, maar toen moest ik vuur staan. Wie prachtig zou het net zien, wensen een item van 25 minuten kunt maken, waarin Clara is, waarin de Johnny kunt, waar Jacques een liedje zingt en bijvoorbeeld de burgemeester zit en waarin vier dan het Clara, bijvoorbeeld de burgemeester interviewt op haar manier. En niet wie dat een professional deed, maar klaar gewoon vragen van hoe het de bevolking stelt. Zo, burgemeester zo van, wat doe je daar nu eigenlijk de ganze dag? Ja. Maar, zo van, maar gewoon, en daarop inspelen. Gewoon vanuit de basis gedoe. Die plannen logen daar, maar ja, dan. Ja, ik hoop dat de directie van Low TV hier heeft meegeluisterd, hè? Want dat zou nog misschien eens een kans kunnen zijn. Ja. Oké, met oog op de toekomst. Ja. Ja, wij zouden een uur verder kunnen praten, maar dat hebben we helaas niet. Want nee. We moeten de burgemeester toch ook nog eventjes mee praten over de problematiek die toch op hem afkomt. Na dat Brunsum eigenlijk een enorme push heeft gehad van blijdschap met de ingebruikname van de nieuwe Brikkenoven. Ja. Huh? Ja, zonder meer. Brunsum steeds weer op de kaart, denk ik. Ja. En ja. Sazus, die prachtige verlichting die s'avonds te zien is op dat Lindenplein. Het gebouw, de nieuwe Brikkenoven, dat niet meer in zichzelf gekeerd is met de zaal naar achter. Nee, maar met zijn smoel naar voor. Ja. Laat gewoon zijn van kiekes, vergooi je de blik naar voor. En wat helemaal zo bijzonder is, is dat dat vijverpark, wat al 100 jaar oud is, wat natuurlijk eigenlijk de eerste mijnbouwer, dat is het diepe verleden van Brunsum. Aan de andere kant steekt hij gloednieuwe Brikkenoven door. Dus het is oud en nieuw en in het midden ligt dat plein waar de verbinding moet plaatsvinden. Nou, laat ik zo een mooiere metafoor hebben van niet kunnen etaleren, denk ik, aan de mensen in de regio van Brunsum staat op de kaart en we hebben een toekomst. Ja, geweldig. Dus iedereen, dat merk je ook, iedereen praat heel positief, blij over de Brikkenoven, met die fontein die er nog moet gaan komen. Ja. Het ziet er zeer goed uit. Maar onlangs waren we ook weer in het nieuws met een paar nare incidenten, die schietincidenten. Ja. Wat heeft dat met u gedaan? Ja, dat is ontzettend schrikken. Vooral omdat het inderdaad incidenten zijn die heel serieus zijn in de zin van extreem geweld. Het gebruik van automatische wapens, dat is echt zeer dat is hard, risicovol en dat is keihard. Dan weet je ook meteen met welk type criminaliteit je te maken hebt. Dat is heel erg schrikken. Dat geeft natuurlijk ook aan dat we in de regio toch te maken hebben met een heel serieus probleem. Dat we daar ook met politie, justitie, belastingdienst en alle andere partijen die we daarvoor nodig hebben, heel fors aan de slag zijn om alle puzzelstukken aan elkaar te kunnen leggen. Ja, om zeg maar die onderwereld ook op alle mogelijke manieren stevig aan te pakken. Oké. U bent nu 3 jaar burgemeester van Brunsum. U bent op de helft. Ja. Dat is misschien ook wel een uitzending waard om daar eens over te praten. Maar ik wil het toch met u even hebben over de aanpak van de vluchtelingenhulp. Ja. Want onlangs werd in de pers geschreven dat misschien het ziekenhuis, het oude ziekenhuis bijna, in aanmerking zou kunnen komen voor opvang, dat daar meteen leuzen op geklad werden en haken kruisen. Ja. Wat moeten we daarmee? Ja goed, het is ontzettend treurig dat iemand dat in zijn hoofd haalt om dat op het ziekenhuis te kladden. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik de ongerustheid van mensen niet begrijp. Hè? Dat mensen die stromen vluchtelingen zien komen richting Europa en dat mensen denken van waar gaat dat naartoe en hoe gaan wij dat dan allemaal doen? Tegelijkertijd zie ik ook dat in de snelheid waarmee de stroom hier naartoe komt en ook alle media-uitingen die er zijn, dat volgens mij ook steeds meer mensen snappen van we kunnen dit niet zomaar laten gaan. We hebben hier een heel serieuze opgave waar we mee aan de slag moeten. Je kunt mensen die het land verlaten op deze manier niet zomaar zeggen van we weigeren jullie om jullie te helpen daarin en om gewoon opvang te verlenen. Ja. Je ziet ook als je het niet doet wat voor een enorme chaos je dan in een land kunt krijgen. Dus er is gewoon geen andere oplossing dan met z'n allen de schouders eronder zetten en het zo goed mogelijk oplossen. Want we kunnen samen vaststellen dat die mensen er al zijn en ze komen nog. Ja. Het zijn er tienduizenden en we zullen er iets mee moeten doen. Ja. En dat kan je op 2 manieren doen. Of je gaat er tegenaan hangen of we gaan het proberen samen op te lossen. Is het ook niet een beetje de schuld van de media om sommige dingen, sommige uitspraken van politici en sommige uitingen
om die extra aandacht te geven, waardoor toch de publieke opinie zo negatief beïnvloedt. Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Er zijn natuurlijk toch een aantal zeer tendentieuze programma's, ook op de landelijke televisie, die dat heel erg oproepen. Tegelijkertijd komt veel te weinig in beeld dat bijvoorbeeld een AZC in Heerlen, maar ook in Maastricht en in Gulpen en in Schinnen, dat eigenlijk al lange tijd, de AZC's die er liggen, al lange tijd ontzettend goed gaat. Dat er een hele grote groep vrijwilligers is die dat begeleiden. Dat er heel veel studenten zijn van de Universiteit in Maastricht die vrijwillig aan de slag zijn dag en nacht in die AZC's. Maar het zijn prachtige mooie dingen die daar gewoon gebeuren. En dat is helemaal niet zo van, alsof iedereen dat doet om eens een nieuw feestje te bedenken. Nee, we hebben echt een stevige opgave met elkaar om die mensen op een hele menswaardige manier fatsoenlijk op te vangen. En om daar ook onze beste kant te laten zien. En dan, laat ik zeggen, dan vind ik juist, als je naar heel Nederland gaat kijken en je kijkt dan even naar Brunssum of naar deze regio. Ja, deze regio is ontstaan. Toen die mijnen opkwamen, vanuit alle kanten uit Europa, kwamen toen ook in die tijd mensen met fietsjes of te voet of met een treintje of wat dan ook. Die kwamen hier naartoe. En inderdaad, die mensen waren op zoek naar geluk. En wat is daar mis mee als je op zoek bent naar geluk? Die mensen hebben hier een bestaan opgebouwd. We hebben daar een enorm actief verenigingsleven aan overgehouden. Een hele hechte gemeenschap. En juist in die gemeenschap, die zo die geschiedenis met zich meedraagt, nou daar mag je toch zeker van verwachten dat je weet hoe je daarmee zou moeten omgaan. Ja. En ik ben er ook van overtuigd, ik heb ook wat dat betreft, natuurlijk staat er dan zo'n verhaaltje in, is te zien op het ziekenhuis wat daar beklad wordt. Maar ik heb ook tegelijkertijd al heel veel mensen gehad van, mocht het COA komen met een officieel verzoek om hier een AZC of een noodopvang of wat dan ook te beginnen, burgemeester, dan kunt u op ons rekenen. Ja, dat is heel positief. Hè? Ja. Hoe ligt dat in Kerkrade, Jacques? Nou ja, ik denk, het is dubbel, hè. Kijk, van de ene kant is het zo van, de burgemeester zag al van, de angst van de lui, die is ergens te begrijpen. Hè? Van de andere kant is het zo, als er morgen vroeg een gezin bij ons voor de deur steekt en die handhulp nodig, dan komen ze binnen. Of ze maken blijven, dat weet ik niet, maar ik zou er alles aan doen om de eerste opvang te doen, om die lui te helpen. Ja. En ik zou die lui niet verder kunnen helpen in mijn huis, maar ik zou natuurlijk wel meteen hulp willen bieden. En dat is bijvoorbeeld het thema wat Clara Zoeben zijn neus show deed. Hè? Ja. De vluchtelingenproblemen, dat kunt ook voorbij. Hè? Ja, tuurlijk. Clara heeft een pension, die heeft vluchtelingen. Ja, die heeft ze opgenomen. Zo. Er komen gewoon lui binnenlopen, ongeveer het veel te zagen, maar dan zet ze een statement neer. Zo van, bij Clara zijn ze welkom. Ja. Warm, kom maar. In Libanon, verzagen hij vluchtelingen in Libanon, zo'n klein arm land, dat zijn 1,2 miljoen vluchtelingen. Alleen in Libanon al. In de Eerste Wereldoorlog komen 1 miljoen Belgen, zijn gevlucht naar Nederland, toen was Nederland helemaal niet rijk. Ja. En dat is denk ik toch wel iets wat ook een probleem is. In Nederland leven 1,4 miljoen mensen in relatieve armoede. Ja. En die lui, die voelen zich, die zeggen van, ja maar, ik ga al niks en nu komen die en die nemen die mij af. En dan zag ik van, er is zoveel rijkdom in Nederland. Ja, als we het nou een beetje op een goede manier verdelen, dan kunnen we allemaal door een menswaardig bestaan. Want als je die scène gezien hebt, in de pap met dat kindje op de arm wil vluchten over die grens, door de modder. Hij glijdt uit en hij valt met dat kindje naar modder. Ja, dan moet ik huilen. Hè. Dan kun je nu nog voor janken, want dat zijn toch beelden die dat is toch niet normaal. Ja, het verhaal in de krant van de twee broers, die elkaar teruggevonden hebben en daar een andere route. Het is een enorme, ook een smerige economie door de mensenhandelaars die er misbruik van maken. Ja. Maar even terug naar Brunssum. Waar bent u de voorstander van? Iets grotere opvang? Of is het goed dat we die mensen nu al proberen onder te brengen in leegstaande panden of huizen die eventueel verbouwd moeten worden. Want Schinveld heeft hier met de school een prachtig voorbeeld gesteld. Ja. Nou, dat zijn de statushouders die inderdaad hier ondergebracht zijn. 7 gezinnen begrijp ik. In Brunssum doen we daar ook ieder jaar actief aan mee. Zo'n 50 gezinnen weten we inderdaad ieder jaar weer opnieuw onder te brengen in een woning. Ja. En dat zijn dus mensen statushouders. Wat je nu ziet is dat de stroom zo groot is. Ja. Dat de afgelopen weken is er heel veel aandacht geweest voor crisisnoodopvang. Dat is die 72 uur dat mensen in een sporthal worden opgevangen. Dat is nu in Voerendaal. Maar je ziet dat er zo'n... En dat komt omdat Ter Apel vol zit.
Dus men werkt met crisisnoodopvang. Maar dan zie je dus een situatie ontstaan dat mensen gaan van de ene sporthal in Voerendaal en morgen naar Leeuwarden en dan naar Alkmaar. Nou, dan ben je, dat is natuurlijk. Maar hoe lang houden wij dat vol? Nou, om is er duizenden mensen langs sporthallen te slepen. Nou, is er een nieuwe vorm van opvang of een opvang waar men zegt, daar gaan we prioriteit aan geven, dat is gewoon noodopvang. Ja. En noodopvang is opvang die van een half jaar tot een jaar duurt. En daar is, de minister heeft daar een brief voor gestuurd naar de commissaris van de Koning. En gezegd van nou, je krijgt gewoon een aanwijzingsbesluit. 2.500 mensen, dat is je taak om daar onderdak voor te vinden. Het liefst in een groot kamp. Nou, daar heeft de gouverneur voor gezegd, dat zie ik niet zitten. Ik wil dat kleinschaliger. Dus hij zoekt nu locaties van 100 tot 200 mensen op een manier dat je een menswaardige opvang hebt, dat het goed georganiseerd is. Nou, dan wordt natuurlijk, iedereen weet dat ook, in Brunsum ligt inderdaad een gebouw dat daarvoor geschikt te maken is. Dan moet het een en ander aan verbouwd worden. Dat is op zich een plek. Die staat op een lijst, een lange lijst die bij de provincie ligt, waar, laat ik zeggen, een poging gedaan wordt van ja, waar wil ik gaan kiezen? Hè? Want je moet overal ook investeren. En daarbij komt, als je dat dus doet, dan moet er ook zoiets zijn van gezondheidszorg. Hè? Voor de mensen die komen van ja, hoe is het met de gezondheid? Dat moet gemonitord worden. Ja. Je moet kijken ook naar de onderwijskant. Je moet kijken naar de leefbaarheid en je moet ook kijken naar de veiligheid. Ja, ze moeten eigenlijk ook tussen de normale bevolking zitten. Precies. Want anders krijg je ook een totale vervreemding. Ja, nee, zeker. En dat zie je dus inderdaad dat overal de zoektocht op dit moment is. En dat verandert ook iedere dag. Hè? Want mensen vragen me wel eens, waar komt dat precies op uit? Ja, we hebben daar wat dat betreft geen glazen bol in. Nee. Laat ik zeggen, wij moeten daar ook in afwachten van hoe het allemaal gaat. Je ziet wel dat het ministerie er ook ontzettend druk mee is en dat het ook gewoon chaos is af en toe. Omdat de stroom, ja, die komt, dat loopt door. En de opvang, ja, dat is toch een beetje, je loopt een beetje achter de feiten aan af en toe. En dat is dus zoeken. Nou, Brunsum heeft inderdaad ook gemeld dat wij een brede meerderheid in de raad hebben die zeggen, nou, wij willen graag meewerken en meedenken aan een vorm van opvang. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden ook die de raad daarbij stelt en terecht. En die voorwaarden die moeten we dan ook kunnen invullen. Dus dan is niet meer de vraag of je meedoet aan de orde, maar de vraag hoe je mee gaat doen. Hoe je mee gaat doen, ja. Ja, ja, het is er dus, het fenomeen. Dus we zullen er iets mee moeten doen. We kunnen het niet laten liggen en er niet naar kijken. Dat gaat niet meer. Ja. Nee, ja. Met het oog natuurlijk op de komende kerstdagen, hè, die altijd worden gezien van vrede en dergelijke, wens ik Jacques heel veel succes met zijn kerstshows, die bijna zijn uitverkocht, hè, op 21 en 22 december in Theater Heerlen. Met je boek. Het is echt een aanrader om het te lezen, te kopen en te lezen. De film straks te bekijken. En burgemeester, u wensen wij heel veel sterkte. In het tegenovergestelde eigenlijk, in daar waar hard gelachen wordt, maar ook straks met een boodschap dat u heel wijs kunt uit de problematiek kunt komen die ons boven het hoofd hangt. Ja. Beide hartstikke bedankt voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. Nou, u fijn bedankt dat u naar ons heeft gekeken en graag tot ziens bij een volgende aflevering van Lopende Zaken en dan met Paul Versteegen. Natuurlijk kunt u deze en voorafgaande afleveringen en de dagelijkse nieuws uit de regio volgen op onze website lotv.nl en natuurlijk via onze app. Dag.